Yoga Steent hier. jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video hebben we Bo, rang 33. Ik had hem iets hoger. Ik ben eigenlijk best wel gaan zakken. Uh, ik ben min 28 uh, trofee gezakt. Dus ik had 3 uh, points verloren, 2 gewonnen of zo. Met dat daartussen. Toen ik uh, vanaf mijn hoogste punt was, jammer. Uh, daarna was ik gewoon gestopt. Maar we staan dus wel oh, nog steeds. Als ik naar Knokkers ga, naar Bo. Eerste van de wereld. Heel erg ziek. Um, ja, ik ben nog nooit Eerste van de wereld geweest met Bo. Maar wel met heel veel andere broers. Ook al een keer. Uh, maar met Bo nog nooit. Ik ga proberen mijn Bo naar rank 35 te pushen. Uh, want ik wil natuurlijk iedereen rank 35. En ja, laten we even wat herhalingen bekijken hoe ik dat heb gedaan met Bo. Uh, want ja, ik was al gestopt omdat oh, ik geen zin had om door te zakken gisteren. Uh, dus daarom is het geen live gameplay. Maar gewoon even wat herhalingen. Dat is uh, op zich prima. Dus ja, op naar het eerste potje. Oké, okay, aangekomen bij het eerste potje. Tegen een, goede, een goed team. De Jesse van hun Toby BS heeft ook een uh, YouTube-kanaal in het Duits. hij heeft, iets van 60.000 abonnees of zo. Ook gewoon een goede speler waar ik uh, vroeger wel eens mee heb gepusht. Uh, dus ja, en de, die, uh, die Barley van hun uh, Jorge of zo heet. Het. het is Spaans, dus ze zeggen dat ze kunnen spreken daar de J niet uit of zo. Dat is volgens mij een G of zo. Of uh, Jorge of zo. In ieder geval, die gast heeft volgens mij 50.000 3 voor 3 wins of zoiets. Dat is ook heel veel. Uh, dus dat zijn ze natuurlijk ook gewoon een goede speler. Uh, ja. Ik speel hier met Karel en Mr. Fish. Mm, origineel denk ik deze push met Rensboy en het bos. Um, Rensboy was Sandy, het bos was Nita. Alleen uh, Rensboy moest uh, weggaan. Uh, hij ging iets doen. En later ging het bos ook nog weg. Uh, en toen ben ik met Karel en Fish nog een beetje gezakt. Omdat we een beetje een andere combo hadden. Ik weet niet precies. Het ging gewoon iets minder goed. Uh, maar het maakt me niet. Nou, trouwens. Ik was eerst omhoog gegaan met uh, Karel en Fish. En daarna weer omlaag. Laten we het daarop houden. On Rensboy was weggegaan volgens mij toen mijn bow op uh, 1100, uh, 1120 zat. Dus het is nog een, verbeteren. Uh, een verbetering. Maar ja, dit was de map. Bo is hier best wel prima. En zoals jullie misschien aan het gras kunnen zien, gebruik ik de eerste sterrenkracht van Bo. Um, niet per se omdat hij heel goed is, maar omdat de tweede gewoon hier geen nut heeft. Uh, ik gebruik mijn mijnen eigenlijk bijna alleen maar om muren te breken in het midden of bij het doel of zo. Uh, en dan heb je deze sterrenkracht, dan kan je gewoon. Uh, ja, ik zal hier uh, waar de mijnen liggen. Dat gras bijvoorbeeld. Je kan heel goed zien waar de enemies zijn. Dus daarmee kan je je lanes een beetje helpen. Um, want soms kan je toch wel niet zien waar mensen zijn in het gras. En ja, ik gooi hier mijn mines gewoon op die turret. Want ja, anders gaan we dat nooit echt kapot krijgen. Dus dat is wel lekker. Maar ja, Karel speelt heel goed met stuur. Hij pakt gewoon iedereen aan. En stuur is zo goed. Maar ik weet niet. Het bos was Nita. En met Nita ging het ook echt goed. Um, alleen Nita had wel... Met onze combo hadden we heel veel moeite tegen stuur. Dus daarom was uh, Karel gewoon stuur gegaan. Maar ja, het kan allemaal. Boos in ieder geval... Een van de slechtste knokkers in de game. Daarom maak ik een video over dat ik er zo hoog mee ben. Uh, maar ja, dit potje hebben we gewonnen. Um, hier zat, zat ik al um, over de rang 33, zoals jullie kunnen zien. Um, en een beetje jammer dat ik ben gezakt, maar het maakt niet uit. Uh, we gaan natuurlijk gewoon voor die rang 35. Plus ga ik ook proberen nog rang 35. Um, um, en welke nog meer? We hebben natuurlijk Squeak nog Squeak. Heel erg slecht. Dat gaat hem denk ik niet worden. Uh, Poco is ook heel slecht. Wordt hem denk ik ook niet. Griff is ook wel een goede knokker. Die, uh, ik denk dat dat, uh, dat wel een goede rang 35 wordt. In ieder geval op naar het volgende potje. Um, dit is wel een redelijk snel potje. Maar dit is gewoon om te laten zien. Dynamike is heel goed op deze map als mid. Alleen ja, dus een goede stuur pakt natuurlijk gewoon de dynamite aan. Uh, en ja, Mr. Fish pakt daar die Sandy aan. Want ja, Mr. Fish is natuurlijk gewoon beter dan die Sandy. Uh, ja, dus die, die pakt hem aan. En Karel heeft de stuur daar gekillt. Dus ja, nu is alleen de dynamite nog over. En die zet niet zo heel veel eigenlijk als wij hier met z'n... Met z'n allen met de standstorm zijn. Ja, Mr. Fish heeft de Dynamite dood. En hij heeft de Sandy dood samen met mij. Dus dat betekent dat we hier eigenlijk gewoon kunnen scoren. Ik baas op Karel. En die schieten me gewoon lekker in. zelfs dus een snelle eerste seconde. 30 seconde. Ja, dit bordje gaan we ook heel snel winnen. Dus het is niet zo heel speciaal. Maar even kijken. Um, de bow. Wat ik vooral doe. Is ik loop via de linkerkant. Naar dat middenste. Uh, naar die opening. En via daar schiet ik op de plek. Waar we ongeveer hier staan. Want de meestal gaan hun daar met z'n tweeën heen. Um, en als Karel van de ene kant komt en ik van de andere, dan kunnen we ze heel goed pinchen. Uh, maar ja, uh, he, Mr. Fish stunt daar, die uh, stuur. Waardoor ik hem doorheen kan passen naar hem en waardoor hij kan scoren. Mooie place van ons. En ja, dit was het hoogste potje zeg maar, wat we hadden. Uh, en daarna ging het uh, iets omlaag. Maar ik ga nog wat potjes laten zien met uh, het bos, met Anita. Dus ja, op naar het volgende potje. We komen bij het volgende potje. Hier zijn we met het bos en Louis. Uh, Louis die was heel volgens mij, een half uurtje of zo. Toen Rens ging, had hij uh, Louis geregeld als vervanging. En ja, het bos zit op de Nita. Dus we zijn dit keer zonder Stu. Op zich, ja, het, het kan wel. Ik denk dat het Nita is ook gewoon goed. Maar Stu is denk ik gewoon beter. Maar Nita is ook goed op deze map. Het, is, het is, hangt een beetje van de match-up eigenlijk af. Tegen wat we, tegen wat we komen. Um, maar ja, in ieder geval, hun switchen nu uh, alleen volgens mij. Volgens mij was het net de Sandy op Sandy en de Rico op Nita. Maar volgens mij switchen ze er nu. Um, en de, ja, minds doe ik altijd gewoon dit. Ik gooi het een beetje in het midden. Uh, zodat hun mid niet ergens kan staan. En ik zet mijn Gadget volgens mij in. Ja, voor, voor als die Sandy daarheen ging lopen. Uh, dat die sowieso dood ging. Maar ja, die Sandy was zo dood. Dus op zich was die Gadget en ways Maar maakt niet uit. We hebben hier een Sandy super. En uh, ja, we gaan er niet zoveel mee doen. Volgens mij. Louis Hij kan net niet scoren, jammer. Was wel een goede poging. Maar als die Jean niet zijn Gadget had, had hij gescoord. Dus dat is jammer. Maar ja, op zich prima poging. Hij heeft ook bijna zijn super weer terug. En de Jean zijn super. Dat is mooi. En ja. Ik kan hier gewoon een beetje staan en dan... Ja, ze kunnen uh, niet heel goed langskomen. Uh, hun hebben sowieso al een betere combo. Aangezien, ja, Gene is zoveel beter dan Bo. Gewoon, Bo mm, Top 5 slechte knokkers, sowieso. Uh, dus daarom is het ook leuk als ik deze rang 35 haal. Uh, een moeilijke knokker. Maar even kijken. Um, dus de, de Sandy is al redelijk weak. En de Rico is ook dood. Louis deed het heel mooi. Hij uh, sneakte vanaf die Sandstorm. En ja... Hier gaat het Jean dood. Ik uh, schiet hem hier op de lijn. Het was een pass naar Louis eigenlijk. Uh, want ik dacht dat hij wel zou doorlopen. Maar hij deed dat niet. Dus het was nog bijna... Bijna ging het daar nog fout. Nou uh, ja. In ieder geval op naar het volgende potje. Oké, okay, hier is nog een potje met het bos en Karel. Dus hier hebben we helemaal geen Sandy. En Sandy is toch wel heel chill om te hebben. Aangezien je met Sandy... Met die super gewoon... Ja, mega veel uh, damage kan doen. En die uh, burst die gaat meteen op ons. En hij kilt uh, Mr. Fish... Of nee, niet Mr. Fish. Karel bijna... Maar ja, Karel killt die gast gewoon. En ik ga ook nog uh, dood, helaas, door de... Maar ja, dat is dan uh, jammer. De primo met Super is wel heel gevaarlijk. En Karel gaat hier gewoon door die muur. En ja, stuur is gewoon heel goed. Laten we het daarop houden. En ik weet niet precies wat die bus doet. Ik snap niet hoe die in die mines slapt. Ik, ik gooi ze er net neer en dan loopt hij er nu al in. Nou, uh, hier schiet ik hem met mijn Super naar het bos. En dan kan hij gewoon scoren. Mooie goal. En uh, ook best wel snel, weer na 35 seconden of zo. Dus ja, we staan er gewoon goed voor nu. En even kijken, we hebben een stuur super, we hebben een Nita super en Bo super. We hebben we volgens mij ook wel bijna, want um, die Mineswear uh, liepen ze natuurlijk net in. Oh nee, trouwens, die heb ik niet bijna, want ik had mijn super gebruikt om te passen dus ja, laat maar zitten. Um, onze stuur gaat nog uh, bijna dood, maar hij maakt nog even een uh, mooie play waardoor hij niet dood gaat, dus dat is lekker. Uh, even kijken. Oh, de, de, hun beurs mist ook zo super. Beetje slecht van hem, hij mist weer zo super. Um, ik snap niet waarom al hij heeft geluk dat hij ze super daar miste trouwens want dat was heel week Hij was sowieso doodgaan maar ja we hebben dit gewonnen in ieder geval uh, bedankt voor het kijken en ik zie jullie later mensen